De snelheid van een ster, les 6. Op deze opname van de sterrenhemel zie je het sterrenbeeld Orion. Al deze sterren lijken stil te staan. Rechts zie je een vallende ster die een duidelijke streep trekt. Maar de sterren die je hier ziet bewegen in werkelijkheid ook, alleen heel langzaam. Betelgeuse bijvoorbeeld hier links is een ster, een rode reus, die met een grote snelheid door de ruimte beweegt. Een beetje van ons af, maar ook een beetje naar links. En dat zie je op deze opname van de Herschel ruimtetelescoop. De felle punt is Betelgeuse en links zie je een soort boeggolf van stof dat wordt verlicht door de ster. En dat geeft eigenlijk aan dat deze ster dus door de ruimte beweegt. Nou, hoe kun je deze beweging nou meten? Je kunt je voorstellen dat als je naar een bron kijkt, dat die ster met een bepaalde snelheid beweegt, zoals hier weergegeven door de pijl. Die snelheid is de snelheid ten opzichte van de waarnemer. Die kun je ontbinden in twee richtingen. Loodrecht op de kijkrichting en parallel aan de kijkrichting. Loodrecht op de kijkrichting wordt de tangentiële snelheid genoemd en die is meetbaar doordat de ster beweegt ten opzichte van sterren die veel verder weg staan. Je ziet dus de ster een beetje naar links of rechts bewegen. De snelheid van je af of naar je toe wordt de radiale snelheid genoemd en die is meetbaar met het Doppler-effect. En over die snelheid gaat deze les. Hoe bepaal je nou de snelheid naar je toe of van je af? We kijken eerst naar rood- en blauw verschuivingen in de spectra van sterren, waarmee je dus die snelheid kan bepalen. En dat heeft te maken met het Doppler-effect. Eerst kijken we naar geluid en dan naar licht. En vervolgens kunnen we daarmee de snelheid van sterren of sterrenstelsels bepalen. Er zijn ook andere oorzaken voor roodverschuivingen. Het is goed te weten welke oorzaken dat zijn en wanneer je daar wel of niet wat over kunt zeggen. En tot slot kijken we ook nog naar de uitdijing van het heelal en snelheden van exoplaneten. Hier zie je een absorptie- en emissielijnspectrum van het sterrenstelsel. De pieken die omhoog staan, dat zijn emissielijnen en de dalen, dat zijn de absorptielijnen. Horizontale golflengte in Engström, dat is 10 tot de min 10 meter. En verticaal eigenlijk de soort lichtintensiteit. In een hele lastige eenheid, maar het is de lichtintensiteit. We kijken naar een speciale absorptielijn, die van natrium D. Die zie je hier aangegeven door het pijltje. Als je nou in het laboratorium kijkt naar het spectrum, dan ziet het er zo uit. En de natrium-D-lijn, die is verschoven. In het lab zit die duidelijk onder de 600 nanometer. En in het spectrum van dit stelsel zit die er duidelijk boven. Nou, hoe kan dat nou? Wat je ziet is dat de lijnen zijn verschoven uit het lab. De afstand tussen de absorptielijnen blijft gelijk. Wordt de golflengte langer, dan noemen we dat een roodverschuiving. Wordt de golflengte korter, dan noemen we het een blauwverschuiving. Nou, hoe kan dat en wat kun je ermee? Eerst kijken we naar het Doppler-effect bij geluid in dit filmpje. Je hoort dus dat als de bron naar je toe beweegt, de frequentie of de toon hoger is. Dat betekent dat er een kortere golflengte wordt waargenomen. Beweegt de bron van je af, dan is de toon lager en is dus de frequentie lager en neem je een langere golflengte waar. Hoe kan dat nou? Hier zie je schematisch een bron die golven uitzendt. De twee cirkels, dat zijn eigenlijk de golfgrond van de bron, die worden met een tussentijd t uitgezonden, dat is de periode, en de afstand daartussen is lambda de golflengte. Je ziet dat het buitenste golfrond als eerste is uitgezonden en het golfrond daarbinnen is iets daarna uitgezonden, dus heeft nog minder afstand afgelegd. Hier zie je een bewegende bron. Het eerste golfrond dat is uitgezonden is al vrij ver. Het tweede golfrond wordt later uitgezonden en de bron is dan al een beetje verplaatst. Je meet dus een langere golflengte. Dus de geobserveerde golflengte is wat langer, namelijk lambda plus een verschil delta lambda.
Hoe groot is nou delta lambda? Bedenk dat de bron in de tijd t, de periode, zich verplaatst met de snelheid v. En dat is precies de toename van de golflengte die je zult waarnemen. Dus delta lambda is v keer t. Bij licht gebeurt ook zoiets. Hier zie je hetzelfde plaatje, maar dat geldt ook voor licht. Ook licht is een golfverschijnsel en de golven zullen door de waarnemer bij een bewegende bron waargenomen worden met een langere golflengte. Zo kun je afleiden dat de snelheid gelijk is aan een of andere z, de roodverschuiving, keer c, de lichtsnelheid. En die z, die wordt de roodverschuiving genoemd, dat is het verschil in golflengte dat je waarneemt gedeeld door de golflengte. Maar let op, de golflengte is de golflengte gemeten in het lab en v is de radiale snelheid. Dus dat is die snelheid van het voorwerp van je af of naar je toe in de kijkrichting. Dat verschil in golflengte wordt gemeten als de geobserveerde golflengte min de golflengte in het lab. Beweegt de bron dus van je af, dan is de golflengte die je waarneemt langer en is delta lambda positief, dat noemen we een roodverschuiving. Is delta lambda negatief, dan is de geobserveerde golflengte korter dan in het lab, dan heb je een blauwverschuiving. Hier zie je hetzelfde spectrum als eerder in het filmpje, met de natrium-D-lijn aangegeven in het lab en in het spectrum. Als oefening, bepaal nou de snelheid van het stelsel in deze oefening. Gebruik hiervoor de formule die eerder is weergegeven, zet het filmpje stop, werk het uit en kijk dan verder voor de oplossing. De oplossing is als volgt. De golflengte kun je aflezen in het lab, uit BINAS of ook hier in het filmpje, als 590 nanometer. Zie BINAS tabel 20. De golflengte in het spectrum, die is duidelijk boven de 600 nanometer, namelijk 633 nanometer. Je moet zeker kunnen aflezen dat het iets meer is dan 630 en minder dan 640 nanometer. Het verschil is dus 43 nanometer. En vul je dat in de formule, V is delta lambda gedeeld door lambda keer C, dan krijg je dit en dat is 2,2 keer 10 tot de 7e meter per seconde. Dus iets minder dan 10% van de lichtsnelheid. Oefening 2. Je ziet hier een spectrum uit het lab, aangegeven met de hoofdletter L, en de spectra van drie sterrenstelsels, genummerd 1, 2 en 3. Welk stelsel beweegt van je weg en welke naar ons toe? Zet het filmpje even stop om daarover na te denken en kijk dan naar het antwoord. Het antwoord is dat 1 en 3 van je weg bewegen. De golflengte is naar het rood verschoven en dus langer geworden. Bij stelsel 2 is de golflengte korter geworden, richting blauw. Die is dus blauw verschoven en dat stelsel beweegt naar je toe. Oefening 3. Zelfde plaatje, weer een stelsel 1, 2, 3 en een spectrum uit het lab. Welk stelsel heeft de hoogste relatieve snelheid? Dus van je af of naar je toe, maar welk met de grootste snelheid? Het antwoord is stelsel 3, want je ziet daar dat de verschuiving het grootst is. Dus het verschil tussen de golflengte, als je kijkt bij de blauwe, de lijntjes bij het blauw, die zijn het meest verschoven bij stelsel 3. Hier zie je een opname van de Hubble Space Telescope. Dit wordt de Ultra Deep Field genoemd. Dat is een opname die is gemaakt doordat de Hubble Telescoop heel lang een bepaald klein stukje hemel heeft belicht en daardoor heel zwak object heeft kunnen waarnemen. Rond de centrale plaats zie je kleine vierkantjes die corresponderen met de kleine vierkantjes in het midden. Hier zie je bijvoorbeeld een stelsel dat ten opzichte van de aarde beweegt. De roodverschuiving, dus die letter Z, is 8,24. Hoe snel beweegt dit stelsel nou ten opzichte van de aarde? Als je kijkt naar de formule, dan is Z 8,24 en V is Z keer C. Dus dat betekent dat de snelheid van dit stelsel 8,24 keer zo groot is als de lichtsnelheid. Dat betekent dat dit stelsel sneller beweegt dan het licht. En dat is eigenlijk niet mogelijk.
Einstein heeft gezegd in zijn speciale relativiteitstheorie dat geen enkel voorwerp sneller kan dan het licht. Hoe zit dat nou? Er zijn eigenlijk drie oorzaken voor roodverschuiving. De eerste is zoals we net besproken hebben. Een voorwerp beweegt door de ruimte naar je toe of van je af en daardoor wordt de golflengte korter of langer van het licht dat je waarneemt. De andere heeft te maken met de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Fotonen die worden uitgezonden door een bron verliezen energie als ze van de ster of die bron dus afbewegen. De golflengte wordt daardoor langer. Maar de derde reden is dat de ruimte zelf uitrekt. Er komt ruimte bij. Dat is niet dat er in de ruimte wordt bewogen, maar die golflengte die wordt mee uitgerekt samen met de ruimte zelf. Nou, alleen bij die eerste, zo'n beweging in de ruimte, kun je een blauwverschuiving krijgen. Want dan beweegt een object naar je toe en de golflengte wordt korter. Maar voor 2 en 3 is het altijd zo dat er een roodverschuiving optreedt. De golflengte wordt langer. De roodverschuiving Z die je meet is een combinatie van oorzaken 1 tot en met 3. Maar alleen die snelheid V heeft een betekenis voor objecten die dichtbij staan en voor een lage massa van de ster of het stelsel. Want in dat geval zijn oorzaken 2 en 3 veel kleiner. Links zie je verschillende clusters weergegeven met hun afstand in lichtjaar tot de aarde. En rechts hun spectra. Die spectra zijn rood verschoven. Dat zie je doordat deze absorptielijn hier bij het pijltje steeds meer naar het rood wordt verschoven, hoe verder weg het stelsel staat. Hoe verder het stelsel staat, hoe groter dus hun snelheid is. Dat is niet de echte snelheid waarmee ze bewegen, maar dat is dus de snelheid die je lijkt waar te nemen op basis van hun roodverschuiving. Dat is een aanwijzing voor de uitdijing van het heelal. Om dat weer te geven kun je naar dit filmpje kijken. Elk puntje is een sterrenstelsel en naarmate het heelal verder uitdijt, dus naarmate er meer ruimte bij komt, komt er dus ook meer afstand tussen die stelsels. Ze lijken dus van elkaar af te bewegen. Je ziet hoe verder weg de stelsels uit elkaar staan, hoe groter hun snelheid lijkt te zijn waarmee ze van elkaar af bewegen. Dat is simpelweg een gevolg van het uitvergroten van de ruimte, dus het uitdijen van het heelal. Je kunt ook exoplaneten waarnemen met die roodverschuiving. Hier zie je een ster in het midden met eromheen een exoplaneet. Die exoplaneet veroorzaakt een schommeling van de ster. Bij de aarde en de zon is die schommeling maar heel klein, maar Jupiter zorgt, doordat hij een veel grotere massa heeft, voor een best redelijke schommeling van onze zon. Zo werkt het ook bij exoplaneten. En die schommeling die is zichtbaar in het spectrum van de ster. Want als je nu even bedenkt dat je niet, zoals hier in het plaatje, bovenop dit stelsel kijkt, maar er dwarsop, dan zal die ster soms naar je toe bewegen en soms van je af. Je meet dus de roodverschuiving Z. En met huidige methoden kunnen we zo snelheidsverschillen meten van 0,4 meter per seconde. Daar heb je best een flinke planeet voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En voor aardeachtige planeten is een snelheid nodig van 0,01 meter per seconde. Dus er moet een veel kleinere roodverschuiving worden waargenomen om een aardeachtige planeet waar te nemen. Een samenvatting. We hebben gezien dat absorptielijnen van sterren en sterrenstelsels kunnen zijn verschoven. Beweegt de bron naar je toe, dan lijkt de golflengte korter en dat noem je blauw verschoven. Beweegt de bron van je af, dan lijkt de golflengte langer en dat noem je rood verschoven. De roodverschuiving Z is gedefinieerd als delta lambda gedeeld door lambda. En de snelheid bereken je dan met deze formule. V is roodverschuiving Z keer C, de lichtsnelheid.